Welkom terug bij Country Band Police. Ja toch. Chapter 3, Work for Everyone. We hebben 2 maal smugglers met een vehicle color gray. Een partial registration number is LCI. Dan hebben we hier employment card met artist, teacher en journalist. Die mogen we niet toelaten. Dan hebben we de damage control die we fucking moeten doen. En een cargo list. En dit is de hele heutut met heut. En ik ga hoogstwaarschijnlijk de eerste weer fout doen. Want ik moet altijd eventjes inkomen. Wie hebben we hier? Hij heeft kippen. Ja, goeiedag. U heeft een set kippen. Even kijken. Anton. Goeie hoed. Ivanovic Anton. 5E7B80IB. Klopt. 2 kippen, 3 lugaars. Ik zie 1, 2, 3 lugaars. Klopt. Ja, ik kan wel kijken naar de smuggle dingetjes. LCI, maar die heeft hij niet. En de vehicle color gray is het ook niet. Dus dan kan ik wel, zeg maar... Oh ja, smuggle de dinges. Maar... Ja, het is allemaal niet nodig. Kippen worden ook even uitgepakt. Want ik wil het toch eventjes goed bekijken. Kip. Mooie kippies. Hallo meneer Kippie. Ja, maar dan met een hoge toon. Mooi. Confirmed cargo. Zet het er maar weer in. Dan, voor de rest, moeten we even kijken naar het voertuig. Inspection reports. Eigenlijk alles is goed. Paspoortnummer is goed. Naam is goed. Alhoewel, dat zeg ik wel. Anton Ivanovic. Ja. Broken windows. Nee. Broken lights. Nee. Missing mirrors, nee en nee. Bumpers zitten er ook beide op. En defecte bodywork. Ja, hij is een beetje... Laten we zeggen, hij is gebruikt. Maar voor de rest is hij dik in orde. Anton, het is jouw goede dag. U mag door. Intervention mission? Oh. Wat is de intervention mission? Een hippie. Eens even kijken. Check out the map and locate the getaway vehicle. Stop the fugitive by any means. One of the prisoners has just gotten out of the labor camp and is escaping in a hippie car. Tuurlijk! Ga erachteraan! Valid inspection. Die was tevens ook goed. Mooi. Waar is hij überhaupt? Oké, hij is in de regio van de sawmill. Ga ik even een shotgun door zijn kiegel heen blazen. Oké, hier in de regio zou hij moeten zijn... We hebben nog ruim 3,5 minuten te gaan. Stop de fugitief. En of we dat gaan doen, hè? Full blazing. Bus tegen bus. Bus battle. Hier komen, tyfus boef. Waar denkt u heen te gaan, hè? Hij heeft ook nog een verkeerspaal omgetikt. Tyfus boef. Kom terug. Gaat deze ook over een steen geparkeerd worden? Een omstander werd geraakt. Kloten, want zijn bus rijdt exact even snel als die van mij. Binnenbocht! Oeh, stoppen! Oh, ik heb een dikke, vette beuk gegeven. Stoppen! Stop in naam der... mijn wet. Oké, het ziet er naar uit dat die is gestopt. Yes! Why are you doing this, zegt hij. Gek, ben u helemaal... bedonderd. Ik had ook gewoon die KS23 in uw mik kunnen stoppen, hè? Oesh. Moet ik dan deze giegel niet eerst brengen naar de labor camp? Ja, dan ga ik naar de labor camp. Zet ik hem af en dan rijd ik naar de border post. Zit exact op de route. Escape or defeat enemies! Oh no. Het zal ook weer eens niet. Gekkigheid. Return to work. Niks aan de hand. Jij zit er ook nog steeds. Mooi. Hallo. Ik heb uw boef teruggebracht. Tot ziens. Mijn deur is eruit. Krijg nou de sodemieter. Het is wel makkelijk in- en uitstappen. Dat is wel een voordeel. Maar het is niet helemaal de bedoeling. Echt, ik blijf deuren repareren. Maar het mooie is... Dit voertuig kan helemaal naar de galamiezen worden geschoten. 4 lekke banden. Bodywork naar de knoppen. Noem het allemaal. En ik breng hem naar de reparatie. $50 kwijt. 1 deur eruit... Breng hem naar de reparatie, $50 kwijt. Het is verbazingwekkend hoe dat allemaal 1 kostenpost heeft. Geen zorgen, mijn kameraden. Ik ben wedergekeerd. Hats. Goed.
Richard? Ja, doe jij eens even repareren, hè? Dan ben ik weer even $50 kwijt, hè? Gossie mijn, hè? Oeh, er is nieuws! Nieuws! At least 5 miners has died as a result of the collapse of an underground tunnel. Oef! Dat is naar. Dat is naar. Een dikke vette vrachtwagen. Nou, komt u maar door. Wat voor moois heb je hier allemaal. Kalfjes! Hallo, zou ik uw papieren even mogen zien, Snorremans? Dank u. Arthur. Goed verhaal, doen we niks mee. Arthur. 5 kippen, 1 geit, 1 koe staat op de agenda. Nou, gaan we dat even controleren, hè. 1 koe. 1, 2, 3, 4, 5 kip. En 1 geit. Ik accepteer hem. Arthur. Geweldig. Ziet er helemaal goed uit. Niks op aan te merken. Voor de rest gaat u zo door. Voertuig ziet er goed uit. Cargo list ziet er goed uit. Alle papierwerk ziet er goed uit. Veel succes ermee, mijn jongen. Wat voor moois hebben we hier. Eentje die een nummerplaat en een bumper mist aan de voorkant. En een lekke band heeft. Wat maak ik nou weer mee? EMZ. Valt dit onder een grijs voertuig? Vehicle color grade. Dit is eigenlijk zwart-wit. Goed, meneer. Documenten alsjeblieft. Je hebt wat cargo achterin. 6 luggage en 2 cement. Osman Ghazali. Uh-oh. Uw paspoort is verlopen. En je bent zelfs een teacher. Dus dat zou een entry regulation zijn. Foto's in orde. En inderdaad, de expiration date is niet in orde. Dus dat is niet goed. Entry permit is zelfs geen eens in orde. Dat gaat al lekker. Dan hebben we nog een flat tire. Dan hebben we nog een missing bumper. Eerlijk gezegd, de cargo geloof ik wel. Zijn lamp is nog stuk. Wat maak ik nou weer mee? Achter mist hij ook een bumper. Jemig. Dan zit ik ook een beetje van, waar zijn die zakken met... Oh, hier zijn de zakken cement. Die en die. Don't mind if I do. Ja, even lekker janken. Hé, waar zijn die andere 2 luggage? Op het dak? Oh, hier. Oké, de cargo list komt wel overeen. Maar ja, er zijn inderdaad al genoeg fouten wat dat betreft. Waardoor u niet mag worden toegelaten, chef. Denied. Sorry, Pik, wordt hem niet. You're making big mistake. Ja, waarschijnlijk wel. Volg gewoon de regels, meneer. En de regels zeggen oprotten. Volgende. Bom als kenteken. Nou, ik mag hopen dat het geen... voorbode is voor wat er gaat gebeuren. Hassan Kashimov. Foto komt niet overeen. Dat is al lekker. Even kijken, hij komt werk als teacher. Dus dat wordt hem ook al niet. Dus entry regulation en foto zijn niet in orde. Dan hebben we de date of expiration van het paspoort op het randje. Op het randje. Entry permit is nog wel in orde. Paspoortnummer klopt. Ja, voor de rest ziet zijn voertuig er gewoon dikke vet prima uit. Maar het is die paar dingetjes die kloppen al niet. Dus sorry Pik, denied. Want we hebben ook geen teachers meer nodig. En wellicht dat je dat sikkie moet laten staan. Wat treft mijn oogbal daar? Dat is een grijs voertuig. En wat hebben we hier? Smokkel in. We found contraband and a large amount of paint in one color. Vehicle color gray. Oeh, hallo. Goeiedag zeg. Jazamal. Jemig dat, ja. Balci. Foto is goed. Hij is een tailor. Hey, dat komt allemaal overeen. Hé, hey, heb jij geen cargo list? Nee. Wel een flat tire. En ik ga even uw voertuig voor de rest begluren, want het is een grijs voertuig. Daar heb ik toch een beetje mijn twijfels over, als je het niet heel erg... Haha! Dat dacht ik, hè? Weapons. Gevonden. Ja, moet ik voor de rest nog inspecteren. Wellicht was dat het enige wat erin zat. Hij rent ook niet weg. Dat is het mooie eraan. Hij accepteert zeg maar gewoon dat hij hier nu staat en dat hij gepakt... Oeh, kijk eens wat we nog hier hebben. Oesh. Weapons. Oh, hier ook nog. Wauw, gaat lekker. Hé, hey, Vaga, u bent bij deze gearresteerd voor het smokkelen van wapens. Oprotten.
Oh, ik heb twee boeven hier. Jemig, wat een wapenwaar. Dat zijn er genoeg. Als. En de deur dicht. Jullie mogen geen eens naar buiten kijken. Nou, we mogen rusten. We gaan gewoon even lekker dat smokkelwaar en die tyfusboeven even naar, hoe heet het, brengen. Dan is mijn cel ook weer vrij. En dan heb ik ook weer wat centen. En hopelijk word ik weer niet onderschept, maar uiteraard gaat dat wel weer gebeuren. Waardoor mijn bus weer naar de kloten wordt geschoten. Waardoor ik uiteindelijk weer $50 moet spenderen om die uiteindelijk weer te repareren. Echt, de kriebels krijg je ervan. Zitten jullie lekker, jongens, hè? Had u nou maar niet gedaan, hè? Want ik ben aan het roer. Echt, binnen 10 seconden ga ik aangevallen worden. Verwacht ik. Ik heb nu 2 voortvluchtigen achterin zitten. Maar ik word graag ongelijk bewezen. Wat maak ik nou weer mee? Dat busje zit toch een partij te roken? Nee, nee. Oh, de aanvalspartij zit bij de Drunken Bear in. Dat is leuk. Ik zie het al gewoon daadwerkelijk op mijn map staan. Nou, dan hoef ik dat gewoon te vermijden. Oh nee, daar werd ik eerder aangevallen. Dat was het, dat was het, dat was het. Goeiedag, luitenant. Ik heb weer smokkelwaar. 218, dank u. Ik ga deze tyfusboeven even wegbrengen. Tot ziens. Oh my god. Het was ook gewoon boete 500. En hij zakte in elkaar. Ah, oh, tering mooi. Tering mooi. Oepsie. Oepsie. Godver, waar was ik gebleven? Nu weet ik niet meer waar ik was. Ah, ik heb deze gasten. Oké, ik moet het ritje gewoon opnieuw doen. Oké, oppassen dus dat je geen collega's voor de sokken rijdt. Nou, niet hem voor zijn sokken rijden. Hij loopt er gewoon heel sloom. Goed zo. Goeiedag, chef. Ik heb weer 2 boeven voor u, alsjeblieft. Wauw, dan zitten we bijna op $3000. Lekker bezig. Dan vraag ik me ook af, nu ik terug aan het rijden ben. Van wanneer kan ik inderdaad die andere voertuigen halen? En is er ook een mogelijkheid dat ik mijn geld kan spenderen om de border post, weet ik veel, te upgraden? Of sommige dingen te laten automatiseren of zoiets? Want nu kan ik wel naar Vlad's Tools gaan. En dan kan ik wel heel leuke andere wapens halen, ammunitie, noem het eens. Maar voor de rest niet echt hele boeiende dingen of zo. Goed, Martin. Doe eens even repareren weer. Dan gaan wij even lekker tukken. En dan laten we de nieuwe dag op ons afkomen, hè. Dan is er nog 1 smokkelaar met registration nummer LCI. En voor de rest is het gewoon de gebruikelijke controle zoals we altijd doen. Doorrijden met je kutbus. Kom op, kom op, kom op, kom op. O-I-J. Dus het is geen smokkelaar. 1 koe. Heeft hij. Goeiedag, mag ik u op papieren, alsjeblieft? Dank u, dank u, dank u, dank u. Erai, erai lief. 2 koeien? Ben ik nou gek, maar ik spot er toch maar 1. Dus ik weet niet of wie er nog 1 op de passagiersstoel heeft staan. Of dat deze toevallig zwanger is en daardoor telt als 2. Waar is die tweede? Hij heeft wel dingen te koop, dus ik zou nog even dingen kunnen kopen. Maar inspection report, cargo list is eigenlijk al niet in orde. En de naam is ook niet in orde. Oh, 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 oh. Goed, wat heeft u te ruilen? U heeft vodka. En hij wilt, of hij verkoopt dat. En hij koopt vodka, koffie en laundry detergent. Hoe moet ik daar aan komen? Geen idee. Maar ja, peuken, toiletpapier, leuk, leuk, leuk. Ja, ik weet niet helemaal wat ik ermee moet. Ja, voor de rest ziet het voertuig er prima uit. Alleen, ja, een paar gegevens kloppen gewoon niet in rij. Dus ja, kutzooi man. Je mag even omdraaien en dan mag je weer even je weg terug vervolgen. Goed. Volgende voertuig. LCI? Nee. E-U-I. Tering. Gepromoot! Ik heb hem gepromoot! Oh mijn god! What the fuck? Ik zag een nieuw weapon rifle, zag ik staan. Wauw, even kijken. Het is tering kleine tekst. You can call the prison van to take your prisoners. Oké. Goed zo, dankjewel. Dat is wel handig inderdaad. Dat ik gewoon de politiebus kan bellen van... Hey, kom jullie even die troep ophalen. Sorry, ik ben zojuist gepromoveerd. Joh. Wat denk je daar nou van? Ja, ja. U bent een mechanic. Even kijken. Hadden we mechanics nodig? Ja, mechanics hebben we uiteraard nodig. Ten alle tijde. Ailey Onyan.
Jammer. Date of expiration is niet in orde. Voor de rest zal waarschijnlijk je papieren wel in orde zijn. Ja, het hele gelul is, eigenlijk kan ik hem hier al op weigeren. Maar dan moet ik het hele cyclusje moet ik afronden. Want wat de fuck heb je allemaal in je tyfusbus? En komt dat overeen? Ja, je hebt tering veel en ik moet het allemaal één voor één uitpakken. Ik vind het ook helemaal geen reet aan, maar het moet wel. Heb je hier toevallig nog iets? Nee, mooi. Goed, komt dat overeen? Gas range, 3. Ja, fertilizer. Ja, oil barrel. Ja, banana crate. Nee. En toilet. Heeft hij nog ergens 2 kratjes verstopt? Nee, cargo list klopt dus ook niet. Fucking cool. Broken lights. Lijkt ook wel scheef te staan. Flat tire. Missing mirror. Nog een lampstuk. Je auto is ook nog een crackbak. En de cargo list klopt niet. En je papieren zijn buiten de datum om. Godverdomme man, wat een tyfuszooi. Ik had je graag mee willen nemen. En zullen we kijken, toiletpapier. Ja, niet boeiend. U bent bij deze geweigerd. Ja, this isn't over yet. Ga maar klagen bij mijn prullenbak. Volgende. IQH. Dit is ook geen smokkelaar. Autootje ziet er wel uit in prima staat. Goed, papieren. Mangal. Een journalist. Wordt geweigerd. Auto's in prima staat, maar helaas. Helaas, wat toevallig. We hebben geen journalisten meer nodig. Dikke vette oepsie. Veel succes. Kijk, en mooi aan het nieuws is. Gebruik Google maar. Volgende. Die mist een bumper. Is dit het LCI-voertuig? Nee, dat is die. Jij bent een smokkelaar. Jij bent een smokkelaar. Oké, goed. Ik ga jou er even doorheen jassen, want ik ga toch straks iemand oppakken, joh. Daar word ik heel blij van. Ja, ziet er eigenlijk helemaal dikke vette prima uit, Arslan. Ik heb even alles gecontroleerd, alles ziet er goed uit. En je mist dan wel je bumper aan de voorkant, waardoor je dus ook je kentekenplaat mist. Maar dat is geen reden voor mij om jou te weigeren. Dus veel succes, hè. Veel plezier. Doei. Nou, laat die tyfusboef maar komen, hoor. Blam! Schiet hem even gelijk voor zijn kiegel. Nou, waar zal hij het verstopt hebben? Hallo? Ja, niks zeggen, hè. Het wordt allemaal te spannend. Help young people find work. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Don't care. Waar heb je het smokkelwaar? Waar heb je het verstopt? Waar heb je het? Het is LCI, toch? Ja, LCI. Zit het hier? Jij mag even uitstappen. Waar heeft hij het verstopt? Huh? Waar kunnen ze het allemaal verstoppen? Stoelen, banken, in de bumpers? Oh, echt waar? Zal hij het hierin hebben? Oh, ik weet gewoon dat dit hem is. Ik weet het. Alleen ik moet het gewoon even zien te vinden. Was het niet echt niet hier ergens? Zie ik het niet gewoon? Zit het hier niet ergens? Ah, haha! Gevind! Kaboom! Wacht, probeerde hij me nou om te kopen? Ik zag hem met een briefje staan. Oh, hij is nu helemaal van de rel. Wil je hem nog steeds omkopen? Hè? Doe eens. Psych, u bent bij deze gearresteerd, Frankar. Ja, tyfusboef ben u, hè? Tyfusboef. Dat was ook eigenlijk het enige wat ik kon vinden. Dat er maar één weapons dingetje in zat. Kan nu nog wel even verder kijken of er mogelijk nog wat meer is. Maar het zat niet aan de buitenkant verstopt. Daar was het geneuzel. Het zat gewoon hier in een hoekje verstopt. Zou je bijna zeggen dat er nog wel ergens wat zit. Maar kan het niet vinden. Oh, nou, kijk eens. Kijk eens, er zat nog wel meer. Blij dat ik toch even heb gekeken. Want anders was hij toch met dingen weggekomen. Goed. Kleren. Ja, ik ga niet weer een ritje doen voor die ene boef, hoor. Die blijft me gewoon even lekker zitten. Dikke vette toedeledogi. Maar hoeveel kost dat giegel ophalen dan? Workphone? Hallo?
500 voor een transport? What the fuck? Dan rij ik zelf wel. Oeh. Alarm! Alarm! We worden aangevallen! Alarm! Tering, ik heb een shotgun, dus ik heb echt alleen maar short range. Oké, anderhalf minuut moeten we het uithouden. Oké. Midden in de nacht. Wakker worden gemaakt. Is niet heel... mijn favoriet. Wow! Dat was niet mijn granaat. Ik weet niet van wie die was. Ik schiet alles mis met dit ding. Hallo? Oesh! Oesh! Oké, deze shotgun. Ik zeg het bij deze. Dikke scheid. Oké, er is nu bloed op mijn beeld. Vriendelijk vuur! Vriendelijk vuur! Pas op! Woe! Dood! Dood! Aha! Boef! Blam! En die is neer! Geen aanval! Geen aanval! Mijn hemel! Ik ben wel blij dat ik genoeg shotgunkogels met me mee had. Nee, maar dit is dus bijvoorbeeld zo'n dingetje die ik bedoelde met... kan ik niet mijn border post upgraden op een of andere manier? Want het gelul is dat ze nu elke keer vanuit de bossen hier kunnen komen. Dat ik eigenlijk gewoon zit... Why don't we just build a wall? And let them pay for it. Een nieuw hoofdstuk is aangebroken. Die heet Glee Great Cleanups. Jemig. En daarbij... een truck scale. En dan moeten ze de kilo's aangeven. Leuk, leuk. Dat lijkt me iets leuks voor de volgende aflevering. Wil je toevallig meer van zien? Laat het gerust even weten. 2 video's daarnaast mij. Maak er gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.